hebben de repjasjes nu ook binnen in een licht beige kleur. Hier zit stretch in. De band hieronder, de boord zeg maar, die is ook van dezelfde stof gemaakt. Ook de boordjes aan de mouwen. Er zit een knoopsluiting in en het jasje heeft ook nog zakken. We hebben hem ook in een zandkleur en in een camelkleur. Maar die heb ik even niet bij de hand helaas. 1 maat is dit. Ik heb maat 38 en je kunt ze al dragen vanaf maat 36 tot en met 40. Nou, 42 hebben we geprobeerd. Dat vonden wij net niet. Dus dat zou ik niet doen. Of als je twijfelt bij 42, zou ik zeggen, kom hem even passen in de winkel. Want dat kan bij ons namelijk ook. Ze zijn 59,95. Ik heb er een kooltruitje onder. En dit is de basic kooltrui in zandkleur. Op zich zou het beige er ook heel goed onder kunnen. Maar ook de camel en de keki groene en de jeans blauwe. Dus je kan er echt heel makkelijk met van alles en nog wat combineren. 59,95. Ik heb de jeans 70-15 daarbij aan. Dat is een hele fijne broek, maar veel stretch. Die stretch die blijft ook goed in model. Het is niet zo dat ze een maat uitlopen, zeg maar. Hier zitten van die destroyed plekjes op. Dat is waar afgeschaafd. Maar op de knie ook echt bijna door. Nou, als je hier voorzichtig mee omgaat, blijft hij netjes dicht zitten. Maar zou je met het aantrekken, bijvoorbeeld met je teen in dat gat gaan hangen, dan zou dat wel eens kapot kunnen gaan. Dus daar zeg ik er altijd even bij, doe hier voorzichtig mee, dan blijft hij heel lang mooi. Veel stretch zit erin, een knoopsluiting en ook heel, hier bij de zakken zijn ze ook altijd heel mooi afgewerkt, vind ik, maar dat bredere randje. Goede zakken op de achterkant en hier dat pasje, dat loopt wel rond. Boven heb je ruimte genoeg voor een buikje en ik vind ze verder heel goed op maat vallen. Twijfel je tussen twee maten en komt dat omdat je op de benen wat smaller bent en bij de buik wat voller bent. Dus op de benen bijvoorbeeld maat 40 en bij de buik maat 42. Ja, dan zou je kunnen zeggen ik pak maat 40, want hierboven heb je echt meer dan genoeg ruimte voor een buikje. Dus dan zou ik dat doen. Heb je net als ik ronde heupen en ronde billen en dan juist weer wat minder buik, zou ik gewoon de maat pakken die je normaal ook hebt. Je draagt er toch een riem in en dan is het de kunst om de riem niet te strak te doen, zodat alles zo glad mogelijk blijft zitten. Nou, in het begin zijn die broeken gekreukt, maar die kreuk die gaat eruit tijdens het, eigenlijk al tijdens het dragen, maar zeker tijdens het wassen of je kan hem strijken en dan komt de kreuk ook niet meer terug. 59,95 zijn ze. Dan hebben we nieuwe schoenen binnen. En er is zo'n boot, een veterboot. Die heeft een rits aan de binnenkant, zit een glansje op en dan is het zo'n slangenprintje. Nou, ze zitten super. De hakhoogte is volgens mij 4 of 4,5 centimeter, maar voelt gewoon als een platte schoen. Er zit ook echt een fijne rubberen zool onder, dus dat loopt, dat dempt als je gaat lopen, zeg maar. Het is eco-ladder, heel makkelijk in onderhoud, maar dat gaat ook heel snel naar je voeten zitten. Dus je hoeft niet, ja, net als bijvoorbeeld, ik heb ook Dr. Martens, dus dan moet ik eerst maanden oplopen voordat ze fijn zitten, omdat dat echt stug leer is. Nou, dit is heel fijn aan je voeten, loopt eerder als pantoffeltjes dan als Dr. Martens bijvoorbeeld. Niet dat ik die niet mooi vind, hè, want die heb ik zelf ook, maar dan moet ik mijn eigen toch wel echt kwellen. Voordat ik ze in heb gelopen, heb ik ook met laarzen. Koop ik van die dure laarzen. Sandra Senda bijvoorbeeld. Nou echt, het zijn net klompen. Zo hard. Maar goed, ik vind het dan wel altijd mooi om erbij te hebben. Maar als ik dan het verschil voel. Maar hoe fijn en makkelijk dat deze schoenen zitten. En hoe snel ze inlopen. Ja, dan is het eigenlijk heel verwonderlijk dat dit zo betaalbaar is. 59,95. Maar het gaat ook nog heel lang mee. Ze blijven echt meer dan 1 of 2 of 3 seizoenen goed. Dus dat is wel heel fijn. Nou, veters en een ritje erin, dus dat draagt aan. Ik vind ook die kleur is makkelijk overal bij te combineren, maar het is ook bij heel veel outfits te combineren. Hè? Heb je een truijurk of wat dan ook, dan is dat ook mooi. Heb je een rokje aan, ook heel erg mooi. Een wijere broek, ja, het combineert eigenlijk overal bij en ik vind hem ook echt de outfit ophalen. Nou, ze gaan van maat 36 tot en met 41 en ze vallen heel goed op maat. En je kunt alles bestellen op onze website baboe.nl.